Welkom beste kijkers bij weer een nieuwe aflevering van Aan Tafel Met. Het programma heet wel Aan Tafel Met, maar zoals u ziet, ja, we hebben deze keer geen tafel, omdat we in een nieuw decor zitten. En ook de volgende keer gaan we voortaan de tafel opnemen in dit decor. Het eerste onderwerp gaat over een huisontruiming. En dan zult u zeggen, een huisontruiming, ja, waarom doe je dat? Kijk, dan kunnen mensen overlijden en de nabestaanden die moeten dan zorgen dat heel het huis leeg is. Wel nu, daar is in Oosterhout een speciaal bedrijf voor die dat helemaal gaat regelen voor de nabestaanden. Het hele huis wordt leeggeruimd. De goede spullen gaan dan nog naar de kringloop. En de andere spullen die gaan naar het stort waar men niets meer voor kan doen. We staan hier in Oosterhout bij een ontruiming. Het sociale aspect speelt daar natuurlijk ook een rol. Mensen overlijden, het huis moet leeg. De nabestaanden denken, ja, moeten we het allemaal zelf doen of kunnen we daar iemand voor inhuren? En iemand die daar inderdaad alle werkzaamheden van heeft gemaakt, dat is John Simmerel. John, ja, dat moet toch wel een opgave zijn om heel zijn huis leeg te ruimen? Ja, we zijn gelukkig genoeg mensen om het huis leeg te ruimen, om het netjes te maken, klaar voor de woningbouw of de verkoop in te gaan. Dus ja, wij voor goedkoop ontruimingen doen dat voor mensen, als ze ons vragen natuurlijk. Dat betekent helemaal leeg? Helemaal leeg. In principe kunnen de vloer, alles eruit, vloerbedekking, het hele pand leeg, kant-en-klaar worden gemaakt voor de volgende. Mits de nieuwe huurders bijvoorbeeld vragen, laat de vloer liggen of laat de vloerbedekking in de gang liggen. Dan laten wij het gewoon liggen voor de volgende. Dus dat kan. Dat is toch wel een hele opgave, want ik zie ze allemaal met dozen sjouwen en glazen inpakken. Goeiedag zeg. Ja, wij hergebruiken de spullen. De spullen gaan naar de winkel en de rommel gaat naar de grofvuil. We laten of een container plaatsen of niet. Of we brengen het zelf, ligt eraan hoeveel rotzooi er ligt en hoeveel wij moeten opruimen. Jullie doen goed werk eigenlijk. In principe doen wij heel goed werk, ja. Kees. Wij zorgen dat mensen weer gelukkig zijn en dat ze het zelf niet hoeven te doen. Is het altijd een ontruiming bij overlijden? Het is niet altijd een ontruiming bij overlijden. Ook mensen die bijvoorbeeld een bejaardenhuis ingaan of mensen die een huis verkopen. Het kan van alles zijn eigenlijk waar wij voor ontruimen. En de spullen die hier allemaal staan, ik zie hier nog goede spullen staan die dan de nabestaanden niet meer willen hebben. Die gaan jullie dan toch nog een tweede leven geven in je kringloopwinkel? Zeker doen wij dat. Onze twee kringloopwinkels in Breda en Oosterhout, laten we de spullen een tweede leven krijgen. Dankbare opdrachtgevers die zeggen, nou dat heb je goed gedaan? Veel dankbare opdrachtgevers. Ook makelaars vragen ons steeds meer. Pandeigenaren, beleggers, ga zo maar door. Ja. Vind je zo hier en daar nog wel eens wat verborgen geld, John? Verborgen geld vinden wij. En foto's, papieren, zetten wij apart en dan geven wij aan een opdrachtgever eigenlijk. Kortom, alle zorg door goedkoop en zo? Alle zorgen uit handen door goedkoop en zo. Het volgende onderwerp gaat over een tuincentrum. Ja, we zitten in het voorjaar en het is goed weer, de mensen duiken de tuin in. En om ideeën op te doen wat er allemaal mogelijk is om in uw tuin zo fraai mogelijk te maken, hebben we een reportage gemaakt van een tuincentrum in Breda. Onderwerp in het televisieprogramma Aan Tafel Met, dat gaat over het Poppelaars tuincentrum. En de persoon die daar alles van af weet en ook de verantwoordelijkheid ervoor heeft, dat is Elzelien Poppelaars. Elzelien, jullie bestaan al een tijdje hier zoals tuincentrum, hè? Sinds 1985, dus dat is 33 jaar momenteel, ja. In die 33 jaar heb ik jullie ook een beetje op afstand gevolgd en kan ik me nog herinneren dat jullie als Groenrijk de Moeren waren. En toen gingen jullie weer onder je eigen naam verder. En als je die eigen naam neemt, dan kun je je ook onderscheiden van het grotere collectieve geheel, neem ik aan. Dat klopt en dat was ook de bedoeling, de reden waarom dat we dat gedaan hebben. Ja. En nu heet het Poppelaars Budget Bloemen en Planten. Naast bloemen en planten zie ik jullie bloembinderij. Daar staan nogal wat mensen af en toe in de rij, zag ik. Ja, we hebben een hele grote bloembinderij.
Dat hebben we dit jaar hebben we dat aangepast met een verkoopruimte die gekoeld is. Met name om ook door de zomerperiode dat goed te kunnen verkopen. Als je de trends op jullie gebied van tuinbenodigdheden laat passeren, wat zijn dan een beetje de trends voor het publiek? Wat je tegenwoordig heel veel ziet is dat mensen zelf hun groente en fruit willen gaan telen. Dus dat wil zeggen dat ze zelf gaan zaaien. Dat is een stukje biologisch tuinieren wat je tegenwoordig heel veel ziet. Mensen zitten toch op het gezonde vlak heel veel. En vinden het fijn om hun eigen groente en fruit op te telen. En dat vers van eigen tuin te eten. En de plantjes en de zaadjes die leveren jullie dan ook? Zeker, zeker. Ja, naast mij Winnie Poppelaars. Nou Winnie, welkom. Jij treedt dus in de voetsporen van je vader en moeder. Dat is wel een hele verantwoording, hè? Ja, maar ik ben al langzaam ingegroeid, waardoor dat ik het langzaam oppak. En nou dat mama en papa wel meer achter de schermen zitten, ik hier toch echt dagelijks ben, ja. En had je die affiniteit, die belangstelling van bloemen en planten ook vanuit jezelf? Of ben je ook een natuurmens, laat ik het zo zeggen? Ik hou wel van buiten zijn, vanaf vroeger al, met oma in de tuin bezig. Maar passie voor bloemen en planten heb ik altijd gehad. Dus echt ook een bloemschikopleiding kunnen doen en daar echt ook mijn passie in hebben kunnen uitoefenen. Waaruit bestaan eigenlijk jouw coördinerende activiteiten hier bij zo'n tuincentrum? Want het is best groot. Ik doe vooral de inkoop. Dus 3 keer per week naar de veiling of vanuit thuis kopen tegenwoordig. Ja. Vooral de bloemen. Dat is lekker vroeg uit bed, denk ik, hè? Ja, dat klopt. Tijd eruit. Ja. Ja. En dan heb je alles vers? Alles vers van de veiling, ja. Ja. Ja, dat klopt. Vanuit de bloembinderij hebben jullie nog een verbintenis met topbloemen, dacht ik. Wat betekent dat eigenlijk precies? Dat wij eigenlijk heel Breda en omgeving leveren wij de bloemen, vers. Je mag ze tot 4 uur kan je ze bestellen en dan leveren wij ze nog diezelfde dag aan huis. Tot slot, ik denk dat je wel trots bent, hè? Dat je nou die nieuwe fase in je leven ingaat in het tuincentrum van je vader en moeder. Hè? Ja, dat klopt. We zijn echt allemaal heel blij dat we deze stap hebben gezet. Een stukje kleiner, een stukje compacter. Maar we horen nu al, omdat we nog geen eens een jaar doen, horen nu al dat mensen echt heel erg positief zijn en blij met onze nieuwe stap. En iets kleinschaliger. Ja. Ja, dat klopt. Fijner voor de klant, nog persoonlijker als dat we al waren. Dus onze klantvriendelijkheid komt nog meer naar voren. Kortop, naast mij staat een tevreden onderneemster. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Bedankt voor dit gesprek. Dank je wel. Nou beste kijkers, dit was het alweer. Hopelijk hebt u genoten van deze 2 onderwerpen. En ik zou zeggen, kijken dus.